Die VVD, hè? Ja, dat is een soort dierentuin geworden. Met allemaal liegbeesten. Ja, want het maakt niet uit wie het is. Of het nou de Dylan is, of natuurlijk Rutte, of die van den Burg. En ze hebben allemaal ruzie met de waarheid. Dat is het probleem bij de VVD. Ja, en nu hebben we dus dan een oud-VVD-minister. Ja, ene Cora van Nieuwenhuizen. Nou ja, die Cora van Mora die was natuurlijk niet zo bekend. He, want die was minister van infrastructuur. Maar goed, die zie je niet zo vaak. Maar die ging dus, wat die gedaan heeft, moet je nagaan. Die ging dus bij allerlei vergaderingen zitten en overleggen. Die gingen over energie, ja. En dat deed ze, want ze ging daarna ging ze snel weg daar uit het Binnenhof. En omdat ze voorzitter ging worden van een lobbygroep. Voor Energie Nederland. Kun je het allemaal volgen? Je ging aan twee kanten een spelletje spelen. Deze Cora. Ja. Want Cora van Mora, wat die deed, die ging bij vergaderingen zitten. Ja. In Den Haag allemaal. Die over energie gingen. Ja. En hup. Nog geen week later was ze voorzitter van die lobbygroep. Dus ze kon alles voor die energiebedrijven, kon ze sturen nog. Terwijl ze bij die vergaderingen zat in Den Haag. Kon ze lekker mee zitten wouwelen en de boel in het voordeel sturen van die bedrijven. En daarna stapte ze over naar de andere kant. En toen had ze natuurlijk voorkennis, vrienden. Ja. Ze had voorkennis van wat er zou gaan gebeuren met de energiebedrijven. En wat Den Haag zou gaan beslissen. Dat wist ze allemaal. En als je voorkennis hebt, dat weten we, op de beurs. Dan ben je de pineut. Ja, dan krijg je het Openbaar Ministerie achter je aan. Maar in dit geval zijn hier niet echte regels voor. Nee, hier is gewoon het morele kompas is volkomen naar de knoppen. Daar. Bij de VVD. En liegen? Ja, dat interesseert ze al helemaal niet meer. Want er is haar naar gevraagd of ze inderdaad bij vergaderingen over energie was geweest. En let op, hè. Ik pak de leugen er even bij, hè. Letterlijk, hè. Zij beweerde als minister dat ze nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis met energie had gehad. Ja, en nu komt uit. Ja, via allerlei artikelen en NOS en weet ik veel wat, dat het wel zo was. Ja! En dat heet liegen. Ja, 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 want ze zat dus wel met de neus vooraan. En had dus wel voorkennis. En stuurde wel allerlei dingen bij die besprekingen, zodat die energiebedrijven daar voordeel van hadden. Ja, nou, is me dat even wat. Ja, en nu moet je opletten, hè, want nu komt het leukste. Ja. Want ja, want die Cora die werd natuurlijk lastiggevallen met die leugen. Zei we, ja, dat heb je toen gezegd, dat klopt allemaal niet. En toen kwam het volgende antwoord. Ja, die ga ik ook even letterlijk voorlezen. Want deze is nog eigenlijk veel leuker. Zij zegt, mijn intenties waren integer. Ja, en daar komt ie. Maar mijn politieke antenne was niet scherp. Ha, is ie goed? Is ie goed? Ja. Nou zeg, nou Cora van Mora, helemaal dik in orde. Ja, nou vrienden, ik weet één ding wel zeker. Als je een leugendetector naar de knoppen wil helpen, dan moet je er bij de VVD zijn.